Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw... Van Amsberg. Juist ja, Esmee van Amsberg. Ja. Welkom. Waar? Ja, sorry hoor, maar ik volg dit even niet. Vertel me eens je laatste herinnering. Mijn verloofde. Ja, dat weet ik. En toen? Toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik een flesje wijn opengetrokken. Een heerlijke frisse Chardonnay. Ja, en daarna? Een flesje Pinot Gris. En daarna? Nog eentje, geloof ik. Een fles vodka? Oh ja, ja, nu weet ik het weer. En toen? Een klein ongelukje, geloof ik. Klopt, je bent van de trap gevallen en bewusteloos geraakt. Oh mijn hemel. Wat verschrikkelijk. En hebben ze me gevonden? Nee. Maar wat doe ik hier dan? Is het echt? Welkom, Esmee. Vandaar al het witte licht. Doe Jozef geen ontvangstbalie kunnen laten timmeren of zo? Nou, ik vrees, Esmee, dat het nou geen tijd is voor grapjes. Nou, sorry hoor, maar ik geloof niet dat ik hier zin in heb. Laten we de procedure even afwerken. Welke procedure? Om te kijken of je toegelaten kunt worden. Tot de hemel? Ja. Nou, ik denk niet dat ik een vrome en gelovige vrouw ben geweest. Iedereen is welkom. Zelfs vrouwen met een erg lage moraal. En wat heeft dat te betekenen? Grapje. Ik geloof niet dat het tijd is voor grapjes. Ik ga. Dat zal helaas niet gaan. De procedure, weet je nog wel? U stopt die procedure maar ergens waar het heel erg donker is. Het is hier heel mooier dan alles dat jij in je leven hebt gezien. Zelfs mooier dan de Taj Mahal? Ja, en fijner dan alles wat jij ooit hebt gevoeld. Fijner dan? Ja. U weet helemaal niet wat ik wil gaan zeggen. Esmee, het is hier zelfs fijner dan die hete nacht met die grote negen die jou op zijn eigen manier de hemel heeft laten zien. Hebt u dat gezien? Ja, je bent erg lenig. Dank u. Nou, als het allemaal mooier is dan dat alles samen, dan doet u mij maar een deluxe room. Oké, laten we eens even kijken. Werk, ja. Vrienden, ja. Check, ja. Oké, goed. Op het gebied van de liefde scoor je wel erg laag. Laag? Laag? Ik heb meer liefdes gehad dan uw volgelingen. Je hebt de ware nog niet ontmoet. Ik kan je helaas nog niet toelaten. Jij bent nog niet klaar op de aarde. Ja. Zit u mij eerst een beetje warm te maken voor de hemel en vervolgens stuurt u mij terug naar de aarde. Godverdomme! Esmee misbruikt mijn naam niet. Ja, Jezus man! En ook niet die van mijn zoon. Ja, maar wat moet ik dan doen? Geef nooit op, ga zo door. Het leven is zo simpel. Simpel? Ja. Adem in, adem uit en heb geduld. Je zult hem vinden en hij jou. Ja, maar... Hoe weet ik dan dat hij het is? Dat voel je op het moment dat hij je een hand geeft. En hij zal hetzelfde voelen. En wanneer gaat het dan gebeuren? Je stelt wel heel veel vragen. Ja, sorry. Mag ik nog één vraagje stellen? Ga je gang. Bent u groot geschapen?